Ja, dan krijg je sowieso... Nee, maar ik heb gisteren ook zitten kijken, hè, naar P24, naar het debat. Wat een moeilijk debat is, want ja, terwijl... Er is ook niks om over te beslissen. Ja, nee, het gaat over rood en groen, maar dat kan niet gegeven worden. Maar dan zie je toch dat een meerderheid van de Nederlandse politici... die is eigenlijk niet bereid om Rutte, zoals het akkoord er nu ligt, groen licht te geven. Nu zegt Rutte, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar schuilt daar toch niet een gevaar in voor de Jager en Rutte? Absoluut. Dat, ja, dat ze op een gegeven moment tegenover de 17 landen van Europa moeten zeggen, het spijt me. Ja, maar dit is natuurlijk ook gewoon het probleem, dat je hoort Plasterk, je hoort de SP, en die hoor je dan echt zo op een manier praten, zo van alsof Nederland, en de oppositie dan nog van Nederland, gaat nog even bepalen. En dat meneer Rutte daar terug moet komen als piepklein landje van 1/27ste deel van zijn euro. Spreektijd van 2,5 uur per persoon. Dus dat is ook voor de bühne en ik denk dat de PvdA zal uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid nemen en voorstemmen. Ja, maar dat is toch raar. Want... En dat is, nee, maar dat is sowieso het rare, dat het continu is dat, ja, dat hoor je natuurlijk ook te doen. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, fantastisch pakket, of ja, er zat niet meer in. Ik denk dat dat gewoon de realiteit is, er zat niet meer in. Ook niet voor Rutte. Dus dat zul je moeten accepteren. Ja, en dan is zo'n debatje gisteren is dan voor de bühne en het stelt ook geen ruk voor. Nee, even tot slot, even om Griekenland af te sluiten. Wat betekent dit? Wat gaat dit voor ons betekenen? Nou, volgens mij is het grootste probleem gewoon nog meer weken van onzekerheid. Je wil het gewoon een keer achter je laten, op zijn minst op een redelijk degelijke manier voor de korte termijn. En er is gewoon steeds weer nieuwe kool in de weg. Ja. Dus in die zin, en je zei het net al met de markt. Maar ik wil eigenlijk horen, gaan we naar een definitieve default van Griekenland of niet? Met andere woorden, zien we over een jaar de drachme terug? Ja, als je dit een maand geleden had gevraagd, was ik veel positiever geweest. Maar je wordt echt met de dag gewoon pessimistisch. Oké, jij? Nee, maar dat heb ik hetzelfde. En ik heb het idee dat Griekenland gaat uit de euro. En dan zullen waarschijnlijk Italië, Spanje, Ierland volgen. Er zal waarschijnlijk een kern Europa blijven. Ja. Waarin die euro nog wel bestaat. En het zal ons heel veel geld kosten. En we zullen uiteindelijk armer worden. We kunnen het advies geven aan de luisteraar om hun portemonnee maar aan vast te trekken. En te gaan sparen. Goed, dan gaan we het nog even hebben over Mauro. Die ook beter maar vast kan gaan sparen. Vanmorgen stonden twee foto's onder elkaar op de voorpagina van een opgetogen adcopiant van het CDA. Die zei dat hij, en dat heeft hij ook voor de televisie gezegd, dat hij een gelukkig christendemocraat was. Daar zit iets. Ik zal geen oordeel geven. Koen. Ja, het was in elk geval een leuke rationele keuze van de Volkskrant om het dat eerst eens te noemen. Ze hadden ook nog twee pagina's.